De regendetectie, die laat het niet toe dat je gewoon even je ramen schoonmaakt. Het is zaterdag vandaag en ik heb bij me Aldrin, Lotte en Rick. We gaan naar de vrijwilligersbarbecue. En ze doen een beetje moeilijk vandaag. Niet vrijwillig, zeg Aldrin. Ja hoor, wel vrijwillig. Tess is al op de manege, want we zijn een paar dagen in de Euro Disney geweest. En ja, dan kon ze de paardjes niet zien, dus die moesten we vanmiddag al brengen. Alleen moest ik de video voor jullie zondag nog afmaken. Dus was ik nog niet op de manege, maar nu dus wel. Goed, we zijn er en we gaan naar de barbecue. Dat is een veulen. Nou, we zijn net bij de barbecue geweest en het was heel erg lekker en was ook leuk. En nu zijn we bij de veulens en hij komt al op me af. Hallo. Rick, die doet alsof hij in de Efteling is. Hallo, oh daar komt hij. Oh, je hebt hem net gemist. Vertel even opnieuw testhuisje. Hoezo? Even de donkere is wat en... De lichte, dat is Bo. Nee. Oh, en de donkere, dat is O'Neill. Hallo. Hallo, wat ben jij klein? Zit te laat. Pak, ga ze pakken. Ga ze pakken. Nee. Ja hoor, de dametjes worden goed verzorgd. En Tess vindt het leuk, want ze kan met twee ponies lopen. Niet mij omverlopen heen, ja, dat is verboden. Hallo paard, waar ga je naartoe? Dag paard, doei. Ja, vind ik ook. Nou, Tess heeft het hele parcours verbouwd. Ja, we waren natuurlijk het weekend niet. Ik denk dat ze gaat springen. Ga je springen? Ja, zegt ze. Nou, ga maar kijken. Kijk wat ze gaat doen. Ga je nu gelijk beginnen of niet? Ga je nu gelijk? Ga je nu gelijk springen of niet? Ga maar over de dubbel. Ik weet niet of ik het had, ik zag het niet goed. Ik weet niet wat ze nu gaat doen, voor spannender je dan is. In ieder geval heel hard. Ik denk dat ik in de weg sta. Ik denk dat ze over 6 komt. Dat weet ik niet. Zo sta ik nu van hier in de weg. Oh, ik weet niet waar ze heen gaat. Van daarheen. Ja, dat is een paar. Raap op, pony. Roo. Spannen. Ja. Netjes aan Tess. Vandaag oefenen we gekke hindernissen, zoals die. Brave pony. Dat was de Middenhof. Nou, ik heb lekker mijn bel gesprongen en ik heb zelfs het muurtje gesprongen. Het was wel een heel schattig muurtje, want hij was zo. Dat was wel heel leuk. En we hebben ook nog over een paar andere hindernissen gesprongen. Het heel erg goed. Vond ik dan. Ja. Tot morgen. En vandaag zijn we allebei een beetje minder blij. Omdat dingen niet altijd lopen zoals je zo heel graag zou willen, hè, Tess? Ja. Ja. In vervolgvideo gaan jullie uiteraard meemaken wat het probleem vandaag is. Daar kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen. Ja, we maken het spannend. Maar ja, dat heb je in series af en toe nou eenmaal. En ja, vandaag is gewoon een vervelende dag. Ja. We zitten te wachten. En er is een behoorlijke kans dat het allemaal niet gaat lukken. En ik zeg dan, mijn opa en Sterre, let op ons. Dan had het dus anders moeten zijn. Mijn opa is vandaag toch ook jarig? Ja, mijn opa is ook jarig vandaag. Als hij nog zou leven, maar mijn opa leeft niet meer. Dus hoewel het heel vervelend is en we ons allebei er niet zo heel prettig bij voelen, heb ik wel bedacht dat het goed is dat er op ons gelet wordt. En ik geloof ook wel gewoon in alles gebeurt met een reden. Tess nog niet, maar nee. Ik wel. Nee. Maar ik wel.
Want ik denk dat als het zo had moeten zijn, dan had het wel zo geweest. En nu is het niet zo, of misschien niet zo. Ik heb er nog geen antwoord op. We gaan het allemaal zien, Tess. Ja. Maar nu gaan we lekker even buiten rijden. Ja. Oké. Okay. Nou, ik. Jij. Ik ren achter je aan, zoals altijd. Niet altijd. Jawel. Soms ren jij achter mij aan. Ja. Niet zo vaak. Ja, maar jij rent niet, jij loopt. Dat is waar. Nou, ik ren. Ga jij even zadelen, want het is tijd, want het wordt zo rot weer. Nou, roept u maar iets. Het is vandaag dinsdag en ik ga vandaag lekker een bul op buitenrit. Nou, mama, ik ga. Ik zie je zo wel. Daar sta ik weer als moeder zijnde. Loop ik er maar weer achteraan. En Bel kan natuurlijk niet leren alleen buiten rijden als ze altijd met Verona of een andere pony gaat. Dus één keer in de week gaat ze dan alleen. Doei! Maar ja, ik ga er wel achteraan voor het geval ik erop moet rapen. Ik weet niet of we een goede dag gekozen hebben, want het regent en het waait. Ik heb een nieuw vriendje, dat is Bassie. Bas. Bas. En Bas... Wat was Bas ook alweer? Durf je Axel Sellers en Hond. Jouw paard gaat nou, dat ziet er zo uit dus. In het klein. En hier is Liva. Die kennen jullie nog wel. Liva denkt, talk to my ass. Ja, dat. Hallo schat. Kom even je kopje laten zien. Je bent zo leuk. Kom maar. Kom eens hier. Laat even je hoofd zien. Zo. Ja, wat ben je leuk. We kwamen namelijk langs het huis van Joyce en die heeft een puppy. Dus ja, dan moest ik wel even gaan kijken natuurlijk. Basie. En Steve was er ook met Liva. Dus dat was iets te schattig. Maar dat hebben jullie al gezien inmiddels in de video. Oké, okay, de ventilator staat aan omdat het nogal warm is. Dus ik moet ietsjes harder gaan praten. Ik heb mijn bel om bij te gedaan. Dat ging heel erg goed. En het eindstukje ging me... Njong. Dat was best wel hard, maar dat maakt niet uit. Het was heel erg leuk. Ik heb mijn moeder in de steek gelaten, maar ze was aan het praten en ik wou weg. Dus ja. Het is woensdag vandaag, welstrijdingenvrij. We hebben in de molen gestaan en Tess gaat springen met Verona. Dus we gaan even bij de springen kijken. Ja, een klein lesje vandaag. Dat is viertjes. Wel lekker. Dan zit er wat los bij. Ik wil er nog lekker. Zo, ze hebben een mening hoor, jongens. De vier musketiers vandaag zo. Vandaag hebben we weer gesprongen. Het eerste rondje ging ze een beetje heel erg hard. De tweede en derde gingen best goed. En ik voelde het heel erg leuk. Nou, ik ben bezig om Bel te vlechten omdat het best warm is. En we gaan zo op buitenrit. En dan is het best fijn als die manen niet in de weg zitten. Het is niet de allermooiste hengste Mary vlecht. Maar het kwam tot ze heel vol ging bewegen. En ja... Ik hoop dat ze zo minder last heeft van de warmte. Maar uiteindelijk valt ze er wel weer uit. Nou, donderdag. We zijn lekker buitenrit. Ja, gewoon een rondje. Niks bijzonders eigenlijk. Ja, Tess die praat, maar dat horen jullie niet. We gaan daarheen, zegt ze. Ja, we zien het allemaal wel. De overgang. Dat is toch knap hoor. Trots op ze. Kijk, Bel is de baas. Ik ga Veroon daarnaast wil sturen. Zo. Ook buitenom. Op een gegeven moment ziet Bel dat. Ja, zie je? Dan worden we gewoon afgesneden. Zie je dat? We worden gewoon afgesneden. Bel zegt, jij bent altijd al de baas. Nu
ben ik de baas. Dat dus. Zo, een stukje rimboe van, nou, wat zal het zijn, 10 meter. Daar eindigt het. En hier is het. We hebben afgesneden. Nou, ook dat nog. Het is al een paadje waar ze doorheen wilden. Wat bereikt ze ermee? Weinig. Nou ja, waar kijken we naar? Ik weet niet waarom het positief is, maar oké. Okay. De evolutie heeft de schaap raar geschapen. Het beest moet op zijn knieën gras eten. Dat is toch op zijn minst raar, vind je niet? Dan kruipen ze. Ja, dat zal best, maar het blijft raar. Is het groter kan? Nee. Oké. Okay. Nou, de paardjes gaan ook gewoon over de overgang. In het begin vond Verona dat vooral ook spannend. Maar deze die doen het gewoon. Er zijn veel klaprozen momenteel in mijn sluis. Hier heb ik allemaal klaproosjes overal. Dat is denk ik fijn voor de bijtjes. We gaan nog even een stukje lus doen. Dan kunnen we nog even galopperen. Nou, we zijn alweer tot de terugweg. We hebben... Nou, Verona is lastig, jongens. Een uur. Lekker buiten gereden. Is leuk? Ja. Ja, zegt Tessa. Nou, we zijn net een lus gaan doen en toen wouden ze heel erg hard, maar dat wouden wij niet. Nou, ik heb wel, alleen mama niet. Dus zijn we wat langzamer gegaan, moesten ze een beetje tegenhouden, maar dat is niet lekker terug naar huis. Nou ja, naar mijn neusje. Het is vrijdag, kind gaat in de springles en ik niet. Sterker nog, ik was even vergeten dat Kim op vakantie was, dus als ik eigenlijk zelf vandaag kan rijden. Verroontje is maar even vrij vandaag. Hallo paard, was je daar? Je brave Basje. We zijn bezig met de keuring en het zoeken naar een pony. Die eerste aflevering hebben jullie nu gezien. Dus daar kan ik er gewoon vrijelijk over praten. En dat is heel fijn. Heel spannend, dat is woensdag. En ja, dat is wel echt heel spannend. Want we hebben misschien een pony. Bel is nog niet verkocht. Staat sterker nog, staat niet eens te koop. Maar deze kwam op ons pad en ja, het is wel alles wat we willen. Dus als ze goedgekeurd worden, dan hebben we tijdelijk even 2 ponies. Niet het allerhandigste, zeker financieel gezien niet onwijs fijn. Maar ja, soms is het maar even zoals het is. Ik heb een lieve vader die mij dan even helpt. Yay. Dus denk niet dat wij steenrijk zijn en dat allemaal zelf kunnen betalen. Want dat is absoluut niet het geval. Ik zie Bel. Waarom hangt er een bit daar? Nou... Dat ik hem heb schoongemaakt en ik wou hem laten drogen. Dus heb ik hem hier opgehangen. Want ik kon drogen. Toen was ik hem gisteren vergeten om op te ruimen en hing ik hem vandaag weer aan. Toen dacht ik, het is eigenlijk best wel handig. En dit is het bit waarmee ze rijdt? Nee. Ze heeft een 2 dubbel gebroken. Nee hoor, ze heeft hetzelfde bitje, alleen dan een andere. Nee, hier zit nog een stukje. Nee, kijk. Hier? Enkel gebroken. Oh nee, dubbel gebroken. Ik had wel gelijk. Ja, ik gelijk. Kuit aan je zadel. Dat is goed.